Stel je hebt fx is gelijk aan 2 x kwadraat plus 4x min 7 gedeeld door x min 1. In mijn vorige video heb ik je aangegeven hoe je de verticale en de horizontale asymptoot kunt uitrekenen. Hoe kan je herkennen dat je een scheve asymptoot hebt en geen horizontale asymptoot? Nou, dat herken je doordat de, de exponent van de macht van de teller hoger is dan de exponent van de macht van de noemer. En laat ik dat eventjes verduidelijken. Hier is de exponent 1. En je ziet dat deze 2 hier in de teller groter is dan de 1 in de noemer. Dan heb je dus altijd te maken met een scheve asymptoot. En voor het opstellen daarvan ga ik deze formule omschrijven. Nou, kijk goed mee naar dit stappenplan. Want met dit stappenplan gaat het je altijd lukken om de scheve asymptoot op te stellen. Het eerste wat ik ga doen is, ik neem een grote deelstrip over, ik neem x min 1 over en de noemer die plaats ik hier in de teller erbij, tussen haakjes. Ik ga nu een factor voor die haakjes opschrijven, dusdanig dat de eerste term klopt. Daar moet 2x kwadraat uitkomen. Eigenlijk kan ik dat dus delen door x en dan hou ik 2x over. Ga maar voor jezelf na, 2x keer x, dat is nu 2x kwadraat. Maar je krijgt ook 2x keer min 1. Dat is min 2x. Ja, die wil ik eigenlijk niet hebben, dus die tel ik er gewoon weer bij op. En ga voor jezelf na. Ik zal het even omkaderen. 2x kwadraat. Dat is precies hetzelfde als wat ik hier heb staan. Want 2x keer x is 2x kwadraat. En min 2x en plus 2x die vallen tegen elkaar weg. Dus de plus 4x en de min 7 die neem ik over. Wat kan ik nu in de volgende stap doen? Ja, nu kan ik de volgende uitsplitsing maken. Dat wordt 2x keer x min 1 gedeeld door x min 1. Plus die 2x hè, die binnen het blauwe kader staat. En die 4x die kan ik bij elkaar optellen. Dat wordt 6x min 7. En dat deel ik door x min 1. Nou, wat, wat heb ik nu gedaan? Ik heb het uitgesplitst. En ga maar van de onderste regel naar de bovenste regel terug. Als breuken gelijknamig zijn, mag je de tellers optellen. En dan zie je dat het nog precies hetzelfde is. Maar nu kan ik bij de linkerbreuk zeggen: ik heb een gemeenschappelijke factor, namelijk de factor x-1. Dus ik kan en de teller daardoor delen en de noemer daardoor delen. En dan zie je dat je alleen maar 2x overhoudt. En dan krijg je hier 6x-7 gedeeld door x-1. Nou, nu ga ik hetzelfde doen. En ik ga net zo lang door totdat ik bij de breuk alleen nog maar een los getal overhoud in de teller. Dus ik ga ook weer opschrijven x-1. Ik schrijf hier weer op x-1. En nu kies ik natuurlijk een 6, zodat ik nu uitkom op de eerste term 6x. Maar dan krijg je ook 6 keer min 1, dat is min 6. Nou, dan krijg je plus 6 om dat weer weg te werken. En die min 7 die neem ik over. Dus je krijgt hier nu 2x. Nou, ik ga de stappen nu een beetje samenvoegen. Ik zou het weer in twee aparte breuken kunnen uitsplitsen. Maar ja, dan vallen die gemeenschappelijke factoren x min 1 en x min 1 weer weg. Dus je krijgt hier 2x plus 6. En wat hou ik dan over? 6 min 7. Nou, dat is gelijk aan min 1, die min die zet ik voor de breuk, en dan hou je dit over. Op het moment dat je in de stap beland bent, waar er alleen nog maar een los getal staat in de breuk, dan kun je het volgende zeggen. Dan kun je zeggen, de limiet van x gaat naar oneindig, van ja, de breuk die ik hier heb, min 1 gedeeld door x min 1, dat is gelijk aan 0. Ja, dat is een soort standaardlimiet. Vul maar oneindigen op de plek van x, dan krijg je 1 gedeeld door oneindig, nou, dat is 0. Dus, de scheve asymptoot heeft in dit geval de formule, precies wat je dan nog over hebt, dat is 2x plus 6. Je ziet namelijk, als ik x naar oneindig laat gaan, dan is de breuk min 1 gedeeld door x min 1 steeds meer te verwaarlozen. En dan hou je eigenlijk alleen nog maar het stukje 2x plus 6 over. Dus dat is dan de scheve asymptoot. Dan heb ik nog een voorbeeld voor je. Het tweede voorbeeld. Stel we hebben de formule gx is gelijk aan x tot de bocht 3. Plus 3x kwadraat. Min 9x plus 32. En ik ga dit delen door x kwadraat. Min 9. Ook hier weer goed kijken. De exponent. Van de hoogste macht in de teller is 3 in de noemer 2. Dus je krijgt er geen horizontale, maar een scheve asymptoot. Ik ga weer hetzelfde doen als net. Die x kwadraat min 9 die neem ik over en die plaats ik ook weer hier in de teller. En ik moet nu kiezen voor de factor x, zodat de eerste term klopt. Want x keer x kwadraat is x tot de macht 3. Die min 9x die werk ik weg met plus 9x. En de rest neem ik over, plus 3x kwadraat. Min 9x plus 32. Nu kan ik in de volgende stap eigenlijk direct zeggen, nou, dat betekent dat ik een x als het ware hieruit kan filteren. Die plus 9x en die min 9x, die vallen netjes tegen elkaar weg. Dus dan heb ik nog over 3x kwadraat plus 32 gedeeld door x kwadraat min 9. Gaat je te snel. Probeer het dan gerust zelf uit te werken met de tussenstappen die ik in mijn eerste voorbeeld heb gedaan. Nou, nu ga ik weer een stap verder. Nu ga ik weer hetzelfde doen. Nu ga ik zeggen ook weer x kwadraat min 9. Dan neem ik hier ook al over x kwadraat min 9 tussen haakjes. En wil de eerste term kloppen, dan moet ik daar nu een 3 opschrijven. Want 3 keer x kwadraat is weer die 3x2. 3 keer min 9. Dat is min 27, dan doe ik plus 27 en dan weet ik al dat ik in de volgende stap alleen maar een los getal overhoud. Je krijgt nu x plus. Visualiseer je dat je hier weer twee breuken van maakt. Je deelt de factor x kwadraat min 9 bij de eerste breuk weg, dus je houdt er alleen maar 3 over. Nou, plus, als ik 27 en 32 bij elkaar optel, dan is dat gelijk aan 59 gedeeld door x kwadraat min 9. Je hebt weer een los getal over in de breuk. Dat betekent dat ik weer naar de limiet kan. De limiet van x gaat naar oneindig. Van 59 gedeeld door x kwadraat. Min 9. Dat is weer gelijk aan 0. Dat mag je dus altijd zeggen als je een breuk hebt waarbij er een x voorkomt in de noemer. En alleen maar een los getal in de teller. En je ziet. Dat de formule voor de scheve asymptoot hier dus gelijk is aan i is x plus 3. Nou. Wanneer... Hè, je hebt ook situaties waarbij je eventueel twee verschillende scheve asymptoten hebt. Als ik hier bijvoorbeeld weer modules strepen omheen zou zetten, dan moet je dus niet alleen de limiet van x naar oneindig laten gaan, maar ook naar min oneindig laten gaan. En dan zou je eigenlijk ook de stappenplannen twee keer moeten uitvoeren. Dat komt niet heel erg vaak voor, maar ja, het, zou, het zou theoretisch kunnen. Daarnaast wil ik dat je je realiseert dat je niet alleen maar een scheve asymptoot hebt, maar dat je ook een parabolische asymptoot kunt hebben. Stel, ik heb deze functie, fx, dat is gelijk aan x tot mag 3, plus 2x kwadraat, min 5x, plus 4. En ik doe dat delen door x. Als ik dit helemaal omvorm, en omdat hier alleen maar een x in de noemer staat, kan ik dat heel makkelijk omvormen, want ik kan alles door x delen. Dus dit wordt x kwadraat plus 2x min 5 plus 4 gedeeld door x. En nu kan ik zeggen, die limiet van x gaat naar nou oneindig, van 4 gedeeld door x is 0. Dus hier heb ik de formule van de parabolische asymptoot, en dat wordt x kwadraat plus 2x min 5. Realiseer je dat er dus veel meer opties zijn dan de opties die je nu aangeleerd hebt gekregen? Je hebt ook een derde graads asymptoot, een vierde graads asymptoot, een vijfde graads asymptoot enzovoorts. Het is maar net hoe ver je daarin door wilt gaan. Nou, hopelijk heeft deze video je inzicht gegeven in hoe je de scheve asymptoot kunt uitrekenen en vooral ook wanneer kun je herkennen dat je een scheve asymptoot hebt. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.